Hallo en welkom bij Pals Model 2 Stuff. Vandaag deze mooie doos. Deze is aan mij gestuurd door Arjan. Hij reageerde op die ene video met dat, volgens mij wel dat slechte geluid. Of die daarvoor. In ieder geval. Hij had een heleboel rails over. En vroeg of ik interesse had. En ik ging voor de wissels, maar ik kreeg een heleboel meer. Zoals deze stopblokken. Verder zaten er een heleboel bochten in. Kijk, ik dacht dat ze allemaal van Fleischmann waren, maar dat bleek er een aantal van UF te zijn. Sowieso zaten er meerdere interessante merken tussen die ik niet verwacht had. Deze bochten, ik weet niet of ze te scherp zijn. Dat zal ik ook even uit moeten zoeken. Aangezien ik toch met radius 2 of als allerkleinste, maar waarschijnlijk R3 ga werken. Een boel kruisingen. Ik weet nog niet waar ik die voor ga gebruiken. Daar heb ik nog geen doel voor, aangezien ze geen, niet wisselbaar zijn. Geen van spoor kunnen veranderen. En een heleboel wissels. Een aantal. We gaan die heen. Rechts. En een heleboel links die ik tekort heb. Dat is heel mooi. Dat gaat in het schaduwstation. Nog meer bochten. Ik heb gekeken waar ze van zijn. Ik ben het weer vergeten. Misschien waren dit de Roco-bochten. Die zaten er ook nog tussen. En anders zijn het ook gewone Fleischmanns. En zoals ik al zei, het aantal sporen wat erin zat was veel meer dan ik had verwacht. Dus het is een leuke unpacking. Rechte? Nee. Nog niet de rechte stukken. Eerst nog meer bochten. Wel van Fleischmann. 6025 zo uit mijn hoofd. Ik had het al moeten schrijven, dan had ik het nu gewoon met het inspreken kunnen zeggen. Dan zijn dit wel de... Nee, nog steeds niet. Nog meer bochten, kijk. Ik heb dadelijk meer bochten dan dat ik schaduwstation heb. Ik was niet van plan de Fleischmann rails op mijn baan te gaan gebruiken. Ik geloof dat er hier nog een aantal rookkorters zaten. Nee, dat zijn nog meer Fleischmann. Nog een aantal losse stukken bocht. Maar er begint al een einde aan te komen. Ik heb geen idee of het allemaal dezelfde zijn. Kleine stukjes van een centimeter of 5 denk ik en een paar nog wat langere. Ideaal voor al die stukken waarbij ik de wissels aan elkaar moet koppelen, maar er nog wel een heel grote Engelse kruising tussen moet. En dit is de categorie los klein spul. Ja, bokjes, kleine rechte stukjes, heel mooi. Ontkoppelrails. Daarmee kun je, ja, wellicht wel bekend, maar dus wagons ontkoppelen. Ik gebruik het eigenlijk nooit, ik heb er een heleboel van. En ik denk dat dat voor wel meer mensen geldt, aangezien ik ze toch overal aantref. Nog meer bochtenwerk. Nog meer bochtenwerk. En dat is rechte rails. Kijk, eindelijk. En nog meer rechte rails, maar dan kleine stukjes. En nog een loskoppelstukje. Ik ben hier heel blij mee, super bedankt. En ik ga hiermee aan de gang. En ik moet vooral oppassen dat ik mijn hoofd niet stoot aan de camera.